Breda Nu. Je weet het meteen. In de evenementenhal van Breepark werd het startschot van Art Breda gegeven. Art Breda is een beurs met maar liefst 80 stands op het gebied van kunst, antiek en design. De beurs duurt tot en met zondag 22 april. Wat is er nou zo bijzonder aan deze beurs? Eigenlijk heel veel. Want het is, en we hoorden dat net ook weer door de opening, de Belgische ambassadeur is deze beurs geopend. Dat is al één ding, want we hebben dat door de Belgische ambassadeur gevraagd of hij dit wilde openen. Omdat wij zo graag de beurs voor Vlaanderen, Nederlands sprekend België en Zuid-Nederland willen zijn. Wij verbinden dat deel van de wereld, zou ik maar zeggen. En daarnaast is het hier ook gewoon gezellig. En die Belgische ambassadeur die zei dat ook net. Die zei van ja, het is toch een soort van huiskamer. Ik sta hier bij een van de galeriehardsters, mevrouw Janssens. Uit Vlaanderen, uit de buurt van Brugge? Uit de buurt van Brugge, inderdaad. Waar staan wij hier naar te kijken, mevrouw Janssens? U staat hier naar grafgiften te kijken. Die komen uit China, hoofdzakelijk uit China. En dan ook bekijkt u pre-Colombiaanse kunst. Dat zijn grafgiften die komen uit Mexico, uit Peru, uit Colombia. Wat is het bijzondere voor u om op deze beurs te staan? Nou, we staan al een aantal jaren op Art Breda. Ik geloof het vierde jaar of derde of vierde jaar. Het was eerst op het Chasséveld en het is nu in deze nieuwe hal. En het ziet er goed uit, denk ik. Het is goed georganiseerd. Het is makkelijk voor het publiek om te komen. Ze kunnen gratis parkeren. En het is een beurs met een grote verscheidenheid aan allerlei dingen. Modern, niet alleen schilderijen, maar ook klokken en tapijten, juwelen. Dus van alles en nog wat. Breda Nu. Je weet het meteen.